Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 51 alweer. De ene laatste ronde van seizoen 3 staat op het programma. Heb jij de vorige video in Mexico gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat jij deze dus gaat zien. We wonnen daar de wedstrijd met een andere strategie dan de rest van het veld. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer je voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat jij geen enkele video meer van mij mist. In Brazilië gaan wij een penalty pakken voor een component. De Control Electronics is wat aan de beschadigende kant, dus die moet gewoon worden vervangen. Dus wij starten sowieso niet van pole position. We kunnen wel pole position hebben, maar dan starten wij niet op. Dus dat is sowieso nu dus bevestigd. 24 race-overwinningen in totaal. 2 coureurskampioenschappen gewonnen. 1 constructeurskampioenschap gewonnen. Mede dankzij Verstappen. En zou ik zeggen, laten we lekker doorgaan met de kwalificatie. We zijn er inmiddels klaar voor. Regen in Q1. Misschien is het wat meer droog aan het einde van Q1. En kunnen we naar de softbanden. We zien het allemaal wel. De race is ook lekker lang. 36 rondes. Dus dat belooft wat. We gaan ons lekker voorbereiden op de kwalificatie natuurlijk. We zijn aanbeland bij Q1, een 10 plekken gridstraf vanwege het wisselen van een component. Het regent hier in Brazilië, maar die regen gaat verdwijnen. Op de droogweerbanden moeten wij dus gaan proberen om een goede eerste tijd neer te zetten die ons misschien kan doorbrengen naar Q2. Klein beetje blokkeren aan de linkerkant. Ook een klein beetje door en hebben wat moeite met de tractie. Leclerc met een 1.13, Armstrong met een 1.13.1 naar P4 en wij met een 1.11.1 naar P3. We komen op een tiende van Verstappen die de eerste tijd rijdt. We krijgen een track limit waarschuwing voor het afsnijden van bocht 2. Maar hebben wel aan een verbetering, daar zijn we mee bezig namelijk. Paars in sector 1, 17e sneller dan Verstappen. Zet ook Paars in sector 2 neer. We zijn doorbewezen naar P4. En wat wordt dan onze tweede run hier in Brazilië voor Q1? Dat wordt een 1.10.1 naar de snelste tijd in Q1. Dat is goed om te zien. Het is inmiddels gewoon opgehouden met regenen en ik ga er nog een keer uit om te laten zien dat wij er gewoon horen te staan. We staan op een P5 met een 1.10.1. Iedereen is sneller gegaan. Sainz gaat al richting de 1.5.8. Is gewoon bijna 4 seconden sneller. Dat is heel snel. En wij moeten hier alles gaan geven om door te kunnen komen naar Q2. Een beetje hobbelig zijn de paar eerste bochten natuurlijk. Paars in sector 1, groen in sector 2. We zijn 3 seconden onder onze eigen tijd, pakken een track limits waarschuwing mee en zijn naar P2 op 3/10 van Carlos Sainz. Maar we zijn door naar Q2 en ik ga proberen om op die medium band te beginnen. Verstappen naar de soft banden gegaan. Wij krijgen daar een waarschuwing vanwege de bochtafsnijding. Dat moest ik wel doen, anders had ik hem gewoon niet gehaald. Excuseer daarvoor. Kijken wat deze run ons gaat opbrengen natuurlijk. Einde van onze eerste en hopelijk laatste run in Brazilië. DRS geopend, nemen de binnenkant van die bocht en dat is een P4 op 16e van Sainz met een 1.6.4. Kijken of wij er nog een tweede run erachteraan kunnen gaan doen. Zijn maar een tiende langzamer. Dat heeft dus niet geholpen, maar we zijn wel door naar Q3 op die medium compound en ik ga beginnen met hopelijk misschien wel mijn laatste run in Brazilië voor Q3. Hopelijk is dit de pole position waard. Mis je daar wel de apex in bocht nummer 3. Charles Leclerc naar de pole position met een 1.5. Waar komen wij te staan? We komen op een 1.6.8 op 15e van Charles Leclerc. Verstappen naar P2. Nog steeds verstappen naar P2. En we gaan met nog ongeveer 3 minuten te gaan in de laatste kwalificatiedeel natuurlijk naar buiten.
voor misschien wel hopelijk de pole position. Kijk in wat dit gaat opbrengen voor ons. Groen in sector... Sorry, groen bij de Delta, excusee. Groen bij de Delta. Beetje op het gras, raakte daar net niet die muur. Zit er rood in sector 1 neer, maar zijn 2/10 sneller dan Verstappen. Zit er paars in sector 2 neer. En de Delta is groen, 16e onder onze eigen tijd. Waar komen wij te staan? De pole position. Zijn 16e sneller dan onze vorige tijd. En we pakken de pole. En dat blijft hij ook. Charles Leclerc komt 54.000ste van een seconde tekort. Verstappen komt 75.000ste van een seconde tekort. Zit heel close bij elkaar, maar toch hebben wij de pole position. Weet wel... We starten niet vanaf pole. Waarom? We hebben een gridstraf van 10 plekken. Dus dit belooft een inhaalwedstrijd te gaan worden. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 51 hier in Brazilië. Welcome along then to the place where heroes and history are made. It's where the 2008 title was decided in the final corner. And it's the place, a year later, that Jenson Button stormed through from 14th on the grid to claim his one and only Drivers' Championship. It's Interlagos, and it's time for the Brazilian Grand Prix. It's an unusual anti-clockwise race here at Interlagos, where the Sao Paulo locals are packed into the grandstands at each of the 15 corners around this classic 2.7-mile circuit. Two very fast sections bookend the famous and highly technical Sector 2, where getting a good run out of Junção into one of the two DRS zones will be the key to any overtaking prospects today. And as always, a man with plenty of racing experience joins me in the commentary box. Today it's Anthony Davidson. Tell me, Ant, you're no stranger to surviving the melee of Turn 1, so how do you keep out of trouble when there's so much going on around you? There are three main things to worry about there, Crofty. Positioning, awareness and discipline. First, you have to put your car in a bit of space and make sure you have room to react to what the others are doing. Then you have to watch your mirrors and listen to the sounds around you to get a sense of where everyone is. And finally, just don't get too greedy. Just because a gap exists doesn't always mean you should go for it. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. An immense lap from Carlos Sainz yesterday puts him in pole position, and Lando Norris lines up alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Bottas, Perez, George Russell, and Hamilton. Joe, the Professor. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Leclerc and Max Verstappen. They've taken a grid penalty. Gasly, Giovinazzi, Nicholas Latifi, and Tsunoda. Stroll, Ricciardo, Nikita Mazepin, and Esteban Ocon. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Armstrong, Eilert, Lundgaard, and Mick Schumacher. And now it's time to head down to the track. Okay, we've already won the championship, so relax and enjoy this race. Doe het lekker rustig aan, zegt Jeff. We hebben beide kampioenschappen al gewonnen. We starten in ieder geval niet vanaf pole position. Een tweestop. Medium soft, soft nemen extra fuel mee om wat harder te kunnen pushen dan normaal. Daar gaan we dan beginnen voor carrière aflevering 51 hier in Brazilië. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen goed van onze plek, maar Verstappen is beter weg. Die heeft die softband. En is ons gepasseerd. Zit aan de stok met Lewis Hamilton. Wij vallen daar ook Guanyu Zhao al gelijk aan. Die hebben wij dus veroverd. Hamilton is traag weg. En Verstappen heeft hem op de exit. Wij komen hier in de slipstream van de zevenvoudige wereldkampioen. Kijken hier naar de buitenkant. En dat is P7. Wel een momentje overstuur op de inhaalactie. Maar voor de rest geen probleem. Hamilton kan terugkomen. Maar wordt het gras opgeduwd door ons. En hij valt heel ver terug. Gaan daar een klein beetje wijd, want we hebben last van koude banden. Yuki Tsunoda keek daar zelfs. Maar die moest daar even opletten voor zijn voorvleugel. Hamilton dus helemaal achteraan. Die moet opnieuw beginnen. We zitten in ronde nummer 5 van de wedstrijd. Als wij 32.000 sneller zijn dan onze vorige beste tijd en we laten een 1.89 noteren. Jazeker. Verstappen zit klem achter George Russell. We hebben hier DRS.
over de knop, maar komen wij er voorbij? Nee, we zitten wel paars in sector 1 neer. Zijn 44.000ste sneller. Hier dan een betere exit. Kijken hier aan de buitenkant van mijn landgenoot. Lukt dat? We houden vol. Verstappen houdt ook vol. Hier weer naast elkaar. We hebben hier een betere exit en dat is P6. Verstappen doorverwezen naar P7. Rijdt ook op die softbanden. Wij moeten nu naar George Russell zien toe te rijden. Voor P5. Charles Leclerc is al helemaal los van Valtteri Bottas. En daar vallen we George Russell aan. Bij de ene laatste bocht. We hadden gewoon niet gewacht tot het rechte stuk. We zijn er gelijk voorbij en dat is P5. Russell kan wel terugkomen. We hebben hier trouwens DRS ingeschakeld. George valt aan die buitenkant. Maar wij verdedigen hem. Hij kan er niet voorbij. Maakt wel een fout in de eerste bocht. Schiet hem wat te ver door. En daar zit Russell aan die binnenkant. Die raakt ons op het achterwiel. En Russell is ons gepasseerd. Verstappen passeert ons ook. Maar Russell blokkeert Verstappen. En wij kunnen hier terugkomen bij Max en bij George. Vallen ze beide aan die buitenkant. En dat is nog steeds P5. We zitten in ronde nummer 9 van de wedstrijd. Als we bij Sergio Perez zijn aangekomen. Verstappen naar P6. Dat gat is 3,5 seconden. Die heeft klem gezeten achter George Russell. Wij vallen hier Perez aan die buitenkant. En dat lukt. Groen in sector 1. 45.000ste sneller. Lando Norris is de volgende. Die rijdt op P3. Wij zijn dus door naar P4. Wat doet Lando Norris en wat doet Valtteri Bottas? Want Bottas houdt Norris op. We kunnen alleen kijken. Bij de eerste bocht remmen dat gat helemaal dicht. En nu komen die medium banden tot leven. DRS ingeschakeld. Overtakeknop ingeschakeld. We kijken naar de buitenkant. En zetten groen in sector 1 neer. Een tiende sneller. En pakken nog eens mooi via die buitenkant. Het podium is dus nu van mij. Maar ik wil meer. En ga gelijk voor Valtteri Bottas. Die zit te stoeien met de auto. Dat merk ik. Want Sainz is het, niet Leclerc. Carlos Sainz leidt de wedstrijd. En dat gat is al 4,3 seconden. Volgens mij vertrok Sainz ook van pole position. Wij kijken hier bij Valtteri Bottas of wij er langs kunnen komen. Rood in sector 1. En kijken hier bij Valtteri Bottas over die curbstone. En het is P2. De volgende heet dan Carlos Sainz. Het gat is 4,2 seconden. Is inmiddels 5 seconden waarom Valtteri Bottas zit terug te kijken en terug aan te vallen bij ons. We moeten in de verdediging, maar maken hier een fout, rijden het gras op en Bottas is ons gepasseerd. Pakken hem hier wel mooi terug. Beide banden geblokkeerd, Bottas is daar de sjaak. En dat is nog steeds P2, dat gat naar Carlos Sainz is inmiddels opgelopen tot 6 seconden. Dus dat is nogal groot. Perez heeft geprofiteerd en is naar P3 in ronde nummer 12. Verstappen P5. Zit 1,5 seconde achter ons. Dus Max moet wat meer naar voren zien te komen. Bottas heeft een probleem. Het gat is 1,6 seconden. Heeft volgens mij ook zijn voorvleugel beschadigd. En Valtteri Bottas duikt naar binnen. We zitten in ronde nummer 14. Als Carlos Sainz naar binnen is geweest voor die harde band. Verstappen duikt nu naar binnen voor zijn laatste pitstop. En de pitwindow is open voor een tweestopper. Maar we gaan zo lang mogelijk door om er een eenstopper van te maken. Jou op P4. Verstappen terug op de baan met die harde compound. Komt achter Guanyu Zhou terecht en krijgen onze eerste track limits waarschuwing van de dag. Zet de groen in sector 1 neer. En Sainz heeft al snelste raceronde in handen. Het gat is 13,6 seconden. Blauwe vlaggen worden gezwaaid voor Mick Schumacher in ronde nummer 17. Die gaat ons voorbij laten. En we zitten in ronde nummer 18 en Schumacher gelapt. We zitten op de helft van de grote prijs. Nog 18 rondes te gaan en dat gaat naar Carlos Sainz. Is 15,6 seconden. Het gat naar Zhou is 20,6 seconden.
en Verstappen volgt op 20,9 seconden. Norris naar de rode wand gegaan, de zachtste die er zijn. We zitten in ronde nummer 20 als Lundgaard op een ronde wordt gezet. Latifi gaat ook op een ronde worden genoteerd. Hij gaat daar ook mooi aan de kant voor rond. En dat zijn volgens mij 3 auto's op een ronde gezet. Zhou pakt Norris voor P4. We zitten aan het einde van ronde nummer 20 in diezelfde ronde gewoon. Als daar Marcus Armstrong op een ronde wordt gezet. En we gaan zo meteen ronde nummer 21 alweer in. Dan zijn er nog 15 rondes te gaan en we moeten nog altijd naar binnen voor onze eerste pitstop. Ronde nummer 23 en weer blauwe vlaggen worden er gezwaaid. Dit keer voor Lance Stroll in zijn Aston Martin. Moet ons voorbij laten en dat doet hij hier. Hij houdt die buitenste lijn aan en we gaan er voorbij. We gaan hem voorbij. Wang Yuzhou met een 1.82 naar de snelste raceronde. Zet er groen en zijn 6000ste sneller. Giovinazzi is de volgende die op een ronde wordt gezet. Nog 11 rondes te gaan. En de medium compound begint nu wel zijn kuren te kennen. We verliezen wat grip. Maar dat is gewoon normaal omdat die band eraan begint te gaan. Het gat naar Sainz is inmiddels 19,9 seconden. En we duiken naar binnen in ronde nummer 25. Technisch gezien ronde nummer 26. Nog 10 rondes te gaan en we gaan naar de softbanden. Want het gat naar Sainz is gewoon groot genoeg. De vraag is hoe snel wordt onze pitstop. We stappen op P3. 2,3 is een steady pitstop. En als het goed is moeten wij gewoon voor Carlos Sainz weer de baan zien uit te komen. En met nog 10 rondes te gaan, gaan wij de race hierop uitrijden. Het gat naar Sainz is 1,6 seconden. En we komen mooi voor hem weer de baan op. Latifi en Aylot knokken om P18. En wij gaan daar Aylot voorbij. Ook Nicolas Latifi gaan wij zometeen voorbij. Jazeker. Omdat de softbanden betere tractie hebben dan de harde compound. Natuurlijk. We zitten in ronde nummer 27 als daar blauwe vlaggen worden gezwaaid voor Marcus Armstrong. Die moet aan de kant. En we pakken hem mooi via die buitenkant. Dat is goed om te zien. Sainz en Verstappen knokken om P2. En wij noteren groen in sector 1 zijn 2/10 sneller. We zitten in ronde nummer 28 van de wedstrijd. Als wij dat snelste raceronde verbeteren naar een 1.73. Zijn ongeveer 1,3 seconden sneller gegaan. En Sainz en Verstappen knokken nog voor P2. Blauwe vlaggen worden gezwaaid in ronde nummer 28 voor Lance Stroll. Die gaat hier mooi aan de kant. En we gaan zo meteen ronde nummer 29 alweer in. ICE heeft wat problemen. Misschien moeten die wel in Abu Dhabi worden vervangen. We zitten in ronde nummer 30 alweer. Als daar Giovinazzi aan de kant gaat. Goed gedaan. Sainz en Verstappen knokken nog om P2. Ronde nummer 31 is het. Als we daar dan Yuki Tsunoda hebben. Die wij op een ronde gaan zetten. Het gat naar Sainz is 10 seconden. Ongeveer. En Tsunoda gaat hier mooi aan de kant. Dat is goed om te zien. Dat doet hij goed. En dan gaan we ronde nummer 32 alweer in. Dan zijn er nog 4 rondes te gaan in de wedstrijd. En zijn een halve seconde langzamer dan onze vorige beste tijd. We zitten in ronde nummer 34. Als wij paars in sector 1 noteren. Pierre Gasly wordt ook op een ronde gezet. Hij rijdt op P13. En we zijn er voorbij. Lewis Hamilton rijdt daar trouwens niet al te ver achter. Sorry, niet al te ver voor. Ronde nummer 35 is het nog ongeveer anderhalve ronde te gaan. Lewis Hamilton wordt op een ronde gezet. Sorry, eerst Schumacher. Die op 2 rondes worden genoteerd. Alleen Schumacher dus.
en Lewis Hamilton hebben wij daar. Die kwamen wij in een aantal rondes geleden in de beginfase van de wedstrijd kwamen wij die tegen. Want Lewis veroorzaakte een gele vlag. En Hamilton moet ons wel voorbij zien te laten. Dat zijn de regels die hij moet volgen. Backmarkers moeten aan de kant. En we gaan alweer de laatste raceronde in. Hamilton gaat ronde nummer 35 alweer in. Laatste raceronde loopt dus. Hamilton moet aan de kant, maar doet dat niet. Hamilton gaat niet aan de kant. Dat moet hij wel doen. En hier doet hij dat dan eindelijk. Hamilton op een ronde gezet, dat zie je niet vaak. Dit keer wel. Daar hebben wij dan ook Nikita Mazepin volgens mij. Nee, dat is een Alfa Romeo van Lundgaard. Jazeker, Christian Lundgaard wordt weer op een ronde gezet door ons. Laat ons hier mooi voorbij en blokt Lewis Hamilton. Hamilton heeft last van die achterblijver. En dat gat naar Verstappen is 17,1 seconden. Heeft Carlos Sainz toch nog weten te gazen. Verstappen pakt Carlos Sainz in de laatste raceronde voor P2. En wij komen bij de laatste bocht aan. Gaan hier de ene laatste wedstrijd winnen in seizoen 3. Gaan ons opmaken voor de laatste wedstrijd. 15 races gewonnen in seizoen 3. Verstappen weer naar een tweede plek. We pakken weer de volledige score in Brazilië. Goed gedaan. En gaan ons opmaken voor de laatste wedstrijd in Abu Dhabi. That's a spectacular victory then, and with it, the championship is secure. It's been a magnificent season, and they thoroughly deserve the cheers of the crowd here today. Anthony, tell me, what was it that helped them achieve this success? Well, Crofty, this was won through an abundance of speed and an abundance of skillful overtakes. Inside, outside, cutting underneath, we saw it all today. And it's really nice to see a Grand Prix won in that manner. A race, surely, that will satisfy the purists today, I think. Well, what a thrilling end to an incredible Grand Prix weekend. Our top three finishers should be incredibly happy with what they were able to achieve out there today. Nou, hier ben dan dus de uitslag. Wij winnen dus de grote prijs van Brazilië. Pakken dat snelste race-onderpunt. Verstappen naar P2, kwam van P10. Goed gedaan, wij dus van P8 naar P1. Sainz op het podium, vertrokken vanaf pole position, weet het niet te verzilveren. Ricciardo krijgt driver of the day. En geen uitvallers. 167 punten verschil naar Verstappen en 390 punten verschil naar McLaren. Ferrari komt naar McLaren in de buurt. Dat gat is 9 punten verschil. Dus die kunnen nog P2 afpakken. Maar goed, wij hebben gewoon beide kampioenschappen gewoon gewonnen. We gaan ons voorbereiden voor de laatste wedstrijd in seizoen 3 in Abu Dhabi. Heb jij genoten van deze wedstrijd? Beloon dan zeker met een like. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer je voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Creator content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele aflevering meer van mij mist. Like de video als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me ook even op sociale media en mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Dit was het journal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2021 My Team Remote. Dan verder voor de laatste video in Abu Dhabi. Tot ziens.